Tegenover mij zit Bart Krombe. Hij is directeur van de Consumentenbond. 2 jaar geleden zijn de Consumentenbond en thuiswinkel.org algemene voorwaarden overeengekomen voor alle webwinkels in Nederland. Dat zijn tweezijdige algemene voorwaarden, maar wat betekent dat nou, tweezijdige voorwaarden? Ja, het zit natuurlijk al in de naam. Het zijn voorwaarden die de ondernemers met alle consumenten afspreken. Dus die voorwaarden die gelden ook voor iedereen die op die markt zaken doet. Dus zowel voor alle aangesloten ondernemers als voor alle consumenten die zaken doen met die ondernemers, zijn gehouden aan diezelfde algemene voorwaarden. Het mooie is natuurlijk dat het heel duidelijk is voor iedereen. Want die ondernemer weet precies waar hij aan toe is en die consument die weet ook precies waar hij aan toe is. Maar wat heeft die consument nu aan die voorwaarden? Tastbaar? Okay. Het geeft heel veel duidelijkheid over hoe zit het nou met betalingen, hoe zit het met garanties, hoe zit het met als je spijt krijgt en je wilt de koop ongedaan maken, wat gebeurt er als je product niet wordt afgeleverd. Nou, allemaal van die hele praktische dingen. Ja, dat staat van tevoren allemaal op papier. En het mooie is dat er reële verwachtingen worden gewekt. Want heel vaak krijg je ruzie omdat de ene dit denkt en de andere dag dat. Nou ja, door die tweezijdig vastgestelde algemene voorwaarden weet iedereen precies op die belangrijke dingen, ja, dit is wat we afgesproken hebben. Bovendien, als je dan toch een conflict krijgt, dan kun je er samen mee naar de geschillencommissie gaan. En dat is weer een heel makkelijk, laagdrempelig alternatief voor de rechter. Heel vaak vinden consumenten het toch gewoon een hoop gedoe om naar de rechter te stappen. Het is duur, ingewikkeld. Ja, en dit is een veel laagdrempeligere, makkelijkere manier om je recht te halen. Maar hetzelfde geldt voor de ondernemers. Want heeft die ondernemer eraan? Hè? Die webwinkel die verplicht. Ja, die heeft er hetzelfde aan. Want die heeft waarschijnlijk wat minder conflicten met consumenten die een andere verwachting hadden. Gewoon dat je vooraf duidelijkheid hebt geschapen. En als er dan een conflict is, is het ook voor die ondernemer wel prettig dat hij niet met een dure advocaat naar de rechtbank moet. Ja. Maar dat hij het op een veel laagdrempeligere manier bij de geschillencommissie kan regelen. Maar als die consument dus een geschil heeft, hè? Die loopt ergens tegen een probleem aan bij een bedrijf, wat moet hij dan concreet doen? Nou, eerst ga je natuurlijk bij het bedrijf zelf te raden. Ja. Het bedrijf hebben daar ook klachtenregelingen voor. Ook dat staat omschreven in die algemene voorwaarden. Dus eerst probeer je het direct op te lossen. Ja. Als dat niet kan, dan kun je via een vaste procedure je melden bij de geschillencommissie. Ja. En kun je daar je geschil aanhangig maken. En het mooie is dat dan vervolgens ook bindend is voor alle partijen als er een uitspraak wordt gedaan. Nou, het leuke is dat de vereniging thuiswinkel.org ook bemiddelt in geschillen. En heel vaak kunnen we dan net een soort tussenrol spelen. Tussen enerzijds de consument die een probleem probeert op te lossen bij die webwinkel. Anderzijds voordat het geschil daadwerkelijk ook bij die geschillencommissie terechtkomt. Dus dat werkt op zich wel heel goed. Komen er ook heel veel geschillen nu voor die geschillencommissie daadwerkelijk? Nou, wat er feitelijk voor de geschillencommissie komt, dat is laten we zeggen een handvol. Ja. Maar het grootste voordeel zit natuurlijk in alles wat niet voor de geschillencommissie komt. En wat van tevoren wordt opgelost, gewoon omdat je duidelijkheid met elkaar hebt. Ja. En dat is denk ik nog wel het allergrootste voordeel. Ja. Heel veel consumenten die kijken naar het Thuiswinkel Waarborg. Thuiswinkel Waarborg is het keurmerk voor consumenten die webwinkelen in Nederland. Wat betekent dat, wat is de relatie tussen Thuiswinkel Waarborg en die voorwaarden? Een van de voorwaarden om het waarborg überhaupt te kunnen krijgen is dat je mee hebt gedaan. Hè? Dat je verbonden bent aan die algemene voorwaarden. Dus voor consumenten weet je dat als ik zaken doe met een bedrijf, of als ik iets koop bij een bedrijf wat dat certificaat heeft. Ja. En dan weet je eigenlijk dat je met een betrouwbare partner zaken doet. En je weet als consument beter waar je aan toe bent. Voor het bedrijf is het prettig dat, ja, dat is natuurlijk ook mooi om dat op je website te kunnen zetten. Want daarmee verlaag je de drempel voor je klanten. Maar er zijn natuurlijk heel veel webwinkels die dat thuiswinkel waarborg nog niet voeren. Wat betekent dat voor die consumenten dan? Nou ja, die moeten zich dus de vraag stellen als ze op het web gaan winkelen. Wat steeds meer mensen trouwens doen. Hè, dat is natuurlijk heel erg leuk. Ik vind dat echt een prestatie van de branche. Dat in 2009, wat in heel Nederland crisis was, dat nou net de thuiswinkel, dat die met 17% weten te stijgen. Dat betekent dat ze voldoen aan een behoefte waar heel veel consumenten dat prettig vinden. Tegelijkertijd betekent dat er ruimte is voor nieuwe ondernemers, nieuwe innovaties, allemaal hele goede ontwikkelingen. En dan is het op een gegeven moment natuurlijk zaak om het kaf van het koren te scheiden. En dan zijn bedrijven die zo'n waarborg hebben, ja, die hebben dan net een streepje voor op bedrijven die dat niet hebben. Ja. Tegelijkertijd zien we ook in de markt dat er een wildgroei is aan waarborgen, aan keurmerken voor webwinkeliers. Wat vindt de Consumentenbond daarvan? Ja, wij willen natuurlijk het liefst zoveel mogelijk duidelijkheid, zoveel mogelijk transparantie. Thuiswinkel.org heeft natuurlijk een heel duidelijk systeem. Waar je ook precies van kunt zien welke voorwaarden bedrijven aan moeten voldoen om dat waarborgen te kunnen krijgen. Jullie zijn er ook heel streng in, is me opgevallen. Hè? Want van de, ik geloof dat 3/4 aan de eisen van het certificaat voldoet en ongeveer 1/4 nog niet. Ja.
Nou ja, daarmee geef je ook echt een stimulans voor bedrijven om een beetje hun best te doen om aan die strenge normen te voldoen. En voor de branche is dat denk ik heel erg goed. Voor consumenten is het, heeft het dus betekenis dat je niet zomaar, dat het niet zomaar een vrijblijvend verhaaltje is om zo'n certificaat te krijgen. Nee, je moet daar als bedrijf echt je best mee doen. En dat betekent dat het waarde heeft. Zo, dan kijk naar datgene wat de Consumentenbond met thuiswinkel.org heeft afgesproken. Dat gaat over die voorwaarden, het gaat over goede geschillenbeslechting en over geschillenbemiddeling. Waar zijn nog kansen en mogelijkheden voor de Consumentenbond en thuiswinkel.org en vooral dus hun webwinkeliers? Om nog verder samen zaken te doen, samen de markt van het webwinkel in Nederland nog beter te maken voor consumenten. Nou, wat mij op is gevallen, als ik terugkijk naar de gesprekken die we hebben gehad met de thuiswinkelorganisatie over die voorwaarden, dat we eigenlijk over veel meer dingen het eens zijn dan we het oneens zijn. Ja. Dus heel vaak trekken we gelijk op naar bijvoorbeeld de Tweede Kamer of naar Brussel om te lobbyen over goede regels die voor consumenten goed zijn, maar die ook voor de ondernemers goed zijn. En eigenlijk zijn we het veel vaker eens dan oneens, dus daar kunnen we heel goed samen in optrekken. Nou, dat we samen die tweezijdig vastgestelde algemene voorwaarden hebben, dat is natuurlijk echt een succes. Er zijn in Europa is er geen enkel land wat datzelfde heeft op de manier zoals wij dat hebben. Nou, dat is echt wel iets om trots op te zijn. Ja, nou, dat zijn we ook. Bart, ik wil je graag danken voor dit korte gesprek. Oké, graag gedaan.